Nou, stel je voor, je wordt door een vriend gevraagd om deel te nemen aan een experiment. Je hebt twee opdrachten. De eerste opdracht is, beweeg je pols op het moment dat je de drang of behoefte voelt om dat te doen. En de tweede opdracht is, onthoud op welk moment je bewust was van die drang of de behoefte om dat te doen. En dat moet je dan ongeveer 40 keer doen. En tegelijkertijd heb je een badmuts op je hoofd met elektroden erin. Waardoor hersenonderzoekers kunnen kijken wat er precies gebeurt in je hersenen op het moment dat je dit doet. Stel je nu voor dat achteraf deze onderzoekers je vertellen dat zij al konden voorspellen wat jij ging doen of op welk moment je je pols ging bewegen, omdat er voorafgaand aan jouw bewuste intentie en aan jouw polsbeweging al een opbouw van hersenactiviteit plaatsvond. Mijn vraag aan jullie is, zou je dan het gevoel hebben dat je hersenen eigenlijk besloten hebben wanneer je je pols beweegt? Experiment 2. Je wordt door een andere vriend gevraagd, zo gaat dat als je psychologie studeert, je wordt door allemaal vrienden gevraagd aan experimenten mee te doen, om woordraadsels op te lossen. Zonder dat je het doorhebt, dat gebeurt ook heel vaak in psychologisch onderzoek, dus altijd een addertje onder het gras. Er worden ook allerlei andere aspecten van je gedrag gemeten. Maar jij zelf maakt gewoon die woordraadsels. Je loopt de ruimte uit naar de lift om naar huis te gaan. Achteraf vertelt die vriend jou dat een andere groep proefpersonen andere woordraadsels had dan jij. Dus in jouw woordraadsels zaten allemaal woorden die te maken hadden met ouderdom. En in de woordraadsels van een andere groep zaten allemaal woorden die eigenlijk neutraal waren. Nu blijkt dat jij door die woorden die met ouderdom te maken hebben, een bepaalde associatie geactiveerd hebt, totaal onbewust, waardoor je langzamer naar de lift loopt dan de andere groep. Zou je dan het gevoel hebben dat je eigenlijk gemanipuleerd bent om bepaald gedrag te vertonen? Nou, vooral voor veel mensen die voor het eerst met dit soort onderzoek in aanraking komen, en ook bepaalde filosofen die er meer over na hebben gedacht, en wetenschappers, is dit het einde van vrije wil. Als we zo makkelijk onbewust het proces een rol spelen in wat we doen, en we dus eigenlijk niet doorhebben wat we doen en waarom we dingen doen, zijn we dan nog wel vrij? En ik snap heel goed dat jullie intuïtief, dat is ook mijn overtuiging na onderzoek, dat je denkt vrije wil heeft toch echt te maken met bewust beslissen. Weten waarom je iets doet, weten wat je doet. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik wil jullie toch vandaag overtuigen dat deze experimenten ons niets vertellen over vrije wil. En dat wil ik, de stap 1 om dat in te zien, is door je te realiseren dat deze onbewuste invloeden en deze onbewuste aspecten van ons gedrag niet uitsluiten dat we iets anders bewust doen en wel overwogen en voor redenen. Neem het volgende voorbeeld. Dat is eigenlijk gewoon letterlijk een voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik liep heel graag veel hard en ik deed mee aan de Zevenheuvelenloop en de Dam tot Damloop. En ik volgde netjes een schema, hardloophorloge om, alles goed timen, kijken hoe ver ik ga. En op een gegeven moment, nou precies te zijn in de winter van 2018, toen ik mijn proefschrift moest afmaken, liep ik niet meer. Dus het verwaterde eigenlijk gewoon. En na de verdediging van mijn proefschrift had ik eigenlijk wel weer zin om te beginnen. Maar ik kon het gewoon niet volhouden met de schema's. Dus ik was niet meer gemotiveerd. Ik vond het niet meer leuk om te doen. Terwijl voor mij de eerste motivatie om hard te lopen is dat ik het leuk vind om te doen. Dus toen besloot ik, laat ik nu gewoon elke ochtend een stukje gaan hardlopen. En that's it. Dus geen timer, geen vaste afstand, geen vaste tijd. Gewoon elke ochtend een stukje hardlopen. Dat vind ik leuk om te doen. En dan heb ik weer motivatie om in ieder geval te gaan. Dus dat doe ik bijna elke ochtend. Maar tegelijkertijd ben ik me er volledig van bewust dat ik door allerlei onbewuste factoren beïnvloed kan worden. Dus soms heb ik al koffie gedronken, dan loop ik waarschijnlijk iets harder. Soms heb ik misschien een reportage gezien over hart- en vaatziekten en denk ik onbewust of heb ik niet door dat ik eigenlijk iets verder ga. Dus in deze gevallen zijn er onbewuste invloeden op mijn gedrag, dus op mijn tempo en op de afstand die ik loop, die
dus mijn gedrag beïnvloeden op een manier waar ik me niet bewust van ben. Maar, en dat is mijn punt, dit sluit niet uit dat ik tegelijkertijd bewust en wel overwogen elke ochtend, min of meer elke ochtend, hardloop. Dus deze bewuste invloeden en onbewuste invloeden sluiten elkaar helemaal niet uit. Het is maar net waar je naar kijkt. En ook waar dus de wetenschappers naar kijken. Dus om terug te gaan naar de twee experimenten. In het geval van de polsbeweging maken de wetenschappers zich dus het meest druk op het moment waarop iemand de pols beweegt. Namelijk dat dit direct na de hersenactiviteit plaatsvindt. Maar er zijn heel veel aspecten van die polsbeweging en het hele experiment waar je aan deelneemt, die je bewust en wel overwogen doet. Die vriendin heeft je gevraagd, je denkt, nou ja, ik moet zelf ook nog proefpersonen hebben, dus laat ik maar meedoen, dan doet ze vast ook bij mij mee. Dus je hebt een reden om mee te doen met het experiment. En ook een reden om je pols te bewegen. Want je wil gewoon een behulpzame proefpersoon zijn. Dat je dan niet exact bewust afweegt wanneer je je pols beweegt, sluit die andere bewuste keuzes niet uit. En ook bij het lopen naar de lift. Ik loop bewust en wel overwogen naar de lift, omdat dat de manier is om bij mijn fiets te komen. Of ik dan iets zachter, of iets hard, of iets langzamer, of iets sneller loop, is voor mij totaal niet belangrijk. Dus wat hier eigenlijk achter ligt, is een beeld van vrije wil dat eigenlijk aanneemt dat wil je vrij zijn, dan moet je alles bewust doen en alles onder controle hebben, elk aspect van je gedrag. Maar het grappige is dat je altijd een beschrijving van iemands gedrag kan geven waar die persoon zich niet bewust van is. Iemand kan bijvoorbeeld nu tellen hoeveel stappen ik heb gezet. Ja, dat is totaal langs me heen gegaan. Dus je kan altijd wel een beschrijving geven waarvan die persoon denkt, oh, dat deed ik niet bewust, dat deed ik niet voor een reden. Dus de vraag is, onder welke omschrijving willen wij ons gedrag bewust controleren? En dat is niet de persoon die de control freak is en alles controleert. Dus dat brengt mij bij mijn tweede punt. En dat is dat vrije wil onlosmakelijk verbonden is met de waarden en overtuigingen van de persoon die handelt. Om weer terug te komen bij het hardloopvoorbeeld. In 2017 was ik dus een persoon die precies bij wilde houden hoe hard ze liep en hoe vaak ze liep en welke afstand. En in 2018, in ieder geval na de winter, was ik een persoon die gewoon wilde hardlopen elke ochtend. Dus de Lieke in 2017 had meer controle over verschillende aspecten van wat ze deed dan de Lieke in 2018, die alleen maar een rondje ging hardlopen. Toch zou ik niet willen concluderen dat de Lieke uit 2018 minder vrij is dan de Lieke uit 2017. Want de Lieke uit 2018 doet ook precies wat ze met zichzelf heeft afgesproken en wat past bij haar waarden en overtuigingen. En ik heb gewoon andere ideeën gekregen over wat ik belangrijk vind als ik ga hardlopen. Dus dat is voor mij reden om te denken dat bewust of dat vrije wil onlosmakelijk verbonden is met waarden en overtuigingen. Je kan niet alles controleren. Je moet dat controle uitoefenen en bewust beslissen over dingen die belangrijk zijn. Om dat nog een keer te verbinden aan de twee experimenten die ik in het begin heb geïntroduceerd. De persoon die meedoet aan het experiment om de polsbeweging te maken, die maakt gewoon 40 keer die polsbeweging om die vriendin te helpen in het onderzoek. En wanneer ze dat precies doet, dat is voor haar totaal onbelangrijk. Dus je zou kunnen zeggen, dit laat je jezelf overkomen. Je laat je hersenen op een bepaalde manier beslissen. Je voelt een drang en je doet het gewoon. Dat sluit niet uit dat je tegelijkertijd datgene dat je belangrijk vindt, wel bewust controleert. En hetzelfde geldt voor het experiment met het lopen naar de lift. Het enige wat ik wil is naar de lift lopen en lekker naar huis. En hoe hard ik precies loop, dat is voor mij niet relevant. Dus wat ik hiermee wil zeggen, is dat als we onderzoek willen doen naar vrije wil, wat dus gebeurt, dan moeten we beginnen met de waarden en overtuigingen van de persoon die handelt.
We kunnen altijd wel aspecten vinden van iemands gedrag waar die persoon geen controle over heeft en geen bewuste afwegingen over maakt. Maar dat sluit niet uit dat die persoon niet tegelijkertijd iets bewust doet wat ze wel belangrijk vindt.